speciaal de huurders en alle betrokkenen. Laten we toosten op het resultaat en voor die huurders dus een hele zonnige toekomst hier. Proost! Het is gewoon hartstikke fijn dat we weer iets kunnen doen voor onze huurders. Er is veel vraag naar woningen. En als je dan iets nieuws kan bouwen, woningen kan toevoegen, zodat er, als je iets kan doen aan de wachtlijst in deze gemeente, ja, dan ben je natuurlijk hartstikke blij. We hebben hier compacte woningen gebouwd omdat ze klein en betaalbaar zijn. En daar is heel veel vraag naar hier in de Haarlemmermeer, maar weinig aanbod. Dus we hebben veel bezit hier als IJmeren. Maar dat zijn met name grote eengezinswoningen en grote appartementen. En die zijn eigenlijk te groot en te duur voor de doelgroep die hier graag wil wonen, de starters. De grootste uitdaging was met een beperkt budget, met een toch wel hoge ambitie en een best wel groot kwaliteitsbesef, deze woning is te ontwerpen. We hebben gezocht naar een ideale plattegrond, beperkte vierkante meters, het hele programma moest erin passen, zonder dat het afbreuk zou doen aan de kwaliteit. We zijn naar een fabriek gegaan, samen met de architect, en daar stonden hele partijen stenen die normaal gesproken vergruisd zouden worden. En die hebben we samengevoegd, laten sorteren en die hebben we hier gebruikt. Dus qua duurzaamheid, maar ook financieel, is dat een hele aantrekkelijke keuze geweest. En we hadden een architect die hier ook graag in mee wilde werken. Het fijnste wat wij vinden is dat het zo lekker geïsoleerd is. Dus we horen weinig van de buitenkant als de ramen dicht zijn. En de ligging is gewoon eigenlijk perfect, want je bent zo in het centrum, je zit natuurlijk hierachter. Winkelcentrums in de buurt, parkeerplaatsen te genoeg. Ik denk dat dit een blijver is. Want er blijven nieuwe jongeren die opgroeien bij hun ouders en hun vleugels willen uitslaan. En hun eigen huis willen bemachtigen. Dus we blijven dit product ook toevoegen aan de woningmarkt. Ik ben een blije wethouder omdat dit is wat we heel graag willen. Dat hebben we met elkaar afgesproken in het coalitieprogramma. Dat we gewoon diverser willen bouwen, voor meer verschillende doelgroepen willen bouwen. Ja, en dan als je dan zo'n prachtig project hier vandaag geopend ziet worden, ja, dan kun je alleen maar blij zijn.